Na de jaarwisseling gooien mensen massaal de kerstboom uit de deur en dat is het moment dat kinderen een lekker zakcentje kunnen verdienen. Met Streepje Groen krijgen kinderen voor iedere boom die ze inleveren 50 cent van de gemeente. Het was dit jaar in de Schoten behoorlijk rustig vergeleken met andere jaren, maar in Julianendorp was het weer lekker druk, zoals ieder jaar. Ja, jouw bomen gaan nu de vuilniswagen in. Hoeveel heb je er verzameld? 23. 23? Ja, hoe lang heb je erover gedaan? Vanaf maandag ben ik begonnen, donderdag heb ik een beetje gedaan en vrijdag niet. En drie tot vier dagen. En wat is er nou zo leuk aan om dit te doen? Nou, voornamelijk je hebt gewoon een leuk zakcentje. En je bent niet de hele tijd aan het gamen. Dus je bent ook gewoon lekker buiten. Je kan ook gewoon nieuwe plekken leren kennen. Nieuwe wegen, hoe je ergens kan komen. En doe je dat in je eentje of doe je dat ook met andere mensen erbij? Ja, ik zou het eerst samen met een vriend doen, maar die wou het op een gegeven moment niet meer. Na dag twee wou die al niet meer, dus ik heb zo goed als alles in mijn eentje gedaan. Was het nog een beetje zwaar werk of heb je bepaalde manieren om dat allemaal mee te krijgen? Nou, ik heb gewoon een soort band met aan allebei de kanten een ijzeren haak met een soort elastiek erin. Heb ik gewoon aan mijn fietsen dragen gedaan en de andere kant aan de boom vast. Maar sommige bomen waren wel gewoon pittig zwaar. Ja, had je dan ook af en toe hulp om van je vader of van weet ik voor wat om even te helpen? Nee, eigenlijk niet. Ik heb voornamelijk gewoon echt zelf gedaan. Alleen ja, met de bomen hierheen brengen heeft mijn vader en de buurman wel geholpen. Ja, allemaal heel veel kerstbomen. Hoe kom je er allemaal aan? Ik ging gewoon heel veel rondjes door mijn straat heen. En steeds vond ik er wel eentje. En hoeveel heb je er uiteindelijk gevonden? Ik was de tel kwijt. Waren het er zoveel? Ja. En heb je ook een beetje hulp gekregen? Een beetje van mijn vader en mijn moeder. Ja, want het waren wel zwaar, hè, die kerstbomen, denk ik. Ja. En hoe vond je het om dit altijd te doen? Superleuk. Ja, want wat is er zo leuk aan? Omdat je ze daarna weer mag inleveren. En dat vind ik superleuk. Dan kan je ook een beetje een zakcentje verdienen, denk ik. Ja. Want wat ga je ermee doen met het geld wat je hiermee verdiend hebt? Ik ga een spelletje voor mijn Switch kopen. Wat voor spelletje is dat? Dat weet ik nog niet.